Ik ben Mark Verbrugge. Ik heb informatica gestudeerd aan de Rijksuniversiteit in Groningen. En ik ben op dit moment R&D-manager bij Dacolian BV. Ik ben Jelmer Spiekstra. Ik ben 9 jaar geleden afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ik heb technische informatica gestudeerd met als afstudeerrichting Computational Intelligence en Intelligent Systems. Gelijk na mijn afstuderen ben ik meegegaan met mijn afstudeerdocent die samen met wat andere mensen van de universiteit Dacolian heeft opgericht, waar ik nu nog steeds werk met veel plezier. Kentekenherkenning is software om kentekens automatisch te kunnen herkennen op basis van opgenomen beelden. Vroeger was het altijd zo dat als je bijvoorbeeld door rood rijdt, dat een bekeuring handmatig verwerkt moet worden. Nu kun je met deze software kun je de kentekens automatisch lezen en hoeft er geen handmatig controle meer uitgevoerd te worden. Dit is een voorbeeld van onze software. De software heet Intrada. En de software wordt gebruikt om kentekens te kunnen herkennen. Nou, ik kan hem eventjes starten. Hierboven zie je allerlei opnames van auto's. En hier beneden zie je wat onze software daarmee doet. Allereerst wordt het kenteken uit het beeld gehaald. Vervolgens worden de symbolen geëxtraheerd die vervolgens gelezen worden. Had je verwacht tijdens je studie dat je dit zou gaan doen? Niet verwacht, maar wel gehoopt, want uiteindelijk is dit wel werk wat heel dicht bij mijn studie ligt. Ik heb hier ook heel veel onderzoek gedaan in het begin dat ik hier zat. En dat sloot gewoon eigenlijk naadloos aan op mijn studie. Nou, dit is een apparaat wat wij ontwikkeld hebben voor de politie en parkeerbeheer en dat soort instanties. Met dit apparaat kan je, hier zit een cameraatje in. En met dit apparaat kan je het kenteken automatisch lezen van een voertuig. Als ik vertel van wat ik doe, dan is het zo, oh, dus jullie maken die flitspalen en zo. Nou ja, dat doen wij dus niet. We maken dus niet de flitspalen. En we maken dat wel, een heel groot deel van de software die in de flitspalen zit. Dus in ieder geval het deel wat het kenteken automatisch leest. En ik moet er altijd een beetje om lachen. Want ik zeg dan altijd van, nou jongens, als jullie nu gewoon lekker hard blijven rijden en zo, dan verdien ik ook nog wat geld. Dus elke keer als ik zelf te hard rijd, dan krijg ik ook nog wat geld voor. Dus dat is dan een beetje het weerwoord. Maar ach, je mag gewoon niet te hard rijden.